Gent mist voor deze wedstrijd Lotte de Kwik. Sarah Wallah is de spelverdeelster van de tweede ploeg, komt bij de selectie. Voor Charlotte Copain en Axel Longeval is dit een match tegen hun ex-ploeg. Een speciaal gevoel. Ja, zeker. Ja. Ik heb daar toch 3 jaar gespeeld en ik heb me daar supergoed geamuseerd en zo. Het is altijd een ploeg waar het moeilijk is, maar wij kunnen meestal wel wat, die konden meestal wel wat doen en zo. Dus het is wel jammer dat het nu wat minder gaat, maar ja, zien we. Maar het is de eigen ploeg die nu telt en daar zit alles goed. Ongeslagen aan de leiding en geplaatst voor de bekerfinale. En ook tegen Michelbeke neemt Gent een goede start. Lize de Valken neerzetten 4-2 op het bord. Maar Saturnus blijft in het spoor van Gent, die het ze verbinnen scoort voor Michelbeke met een mooie plaatsbal, 6-4. VDK slaat daarna een kloof die nog moeilijk te dichten is voor Michelbeke. Via collectief werk komt Gent 7 punten voor. 18-11, getekend Laure Flamand. Luca Maartens, ex-VDK, wekt dan nog een mooie rally af. Maar het is VDK Bank Gent dat na 20 minuten de eerste setbal serveert en afwekt via Marlies Janssens. 25-17 en 1-0 voor Gent. In de tweede set is het opnieuw Gent dat het pad effent naar deelwinst. Een sterke Julie Smeet zet haar ploeg op 6-2. Maar VDK gaat dan een tijdje heel stereotyp aanvallen en dat speelt in de kaarten van Michelbeke. De ploeg van coach Francaar krijgt vleugels en komt op 19-17. Maar dan kan Gent rekenen op de ervaring van Marlies Janssens. De vijfde setbal is de goede 26-24. Onnodig spannend voor Gent, balen voor Michelbeke. We hebben ons herpakt, we komen terug en dan twijfelen ze een beetje. En op dat moment moeten we nog meer risico nemen en op dat moment hebben we eigenlijk minder risico genomen. Ja, als je dan een gemakkelijke bal geeft aan zo'n ploeg, dan scoren ze terug. Hè. Misschien veronderstellen dat ook wel snel zou gaan, maar dan ineens kregen we een opslagreeks tegen, denk ik. En dan een beetje slaan zonder nadenken en dan hangt daar dat blok en dan zijn we wel een paar keer afgeblokt geweest. Michelbeke pakt er voldoende hoop uit en doet het goed in het begin van set 3. Gent loopt eerst 4-1 uit, maar dan knabbelen de Brakelse dames aan de achterstand. Sophie Goossens brengt haar ploeg op 5-4. Maar dan breekt er iets bij Michelbeke en bij VDK Bank Gent lukt alles weer. Kijk maar naar het tippertje van Marlies Janssens, 20-10. En even later een perfect killblok van de Valkenier Janssens op een aanval van Verbinnen. Gent wint met 3-0 het derby tegen Michelbeke. Maar volgende week spelen we tegen Tjalou thuis. Dus in de tweede ronde hebben we Tjalou thuis, Antwerpen thuis. Twee rechtstreekse concurrenten, dus daar moeten we zeker iets doen. Maar ik wil ook punten pakken tegen goede ploegen, want er zit vaak meer in en we doen het net niet. Dus ja, het kan één keer wel kantelen. Hè? Ik ben heel blij dat ik in Gent speel, het is ook een superleuke ploeg en zo. En ja, dit seizoen lukt eigenlijk wel alles redelijk goed, maar we moeten blijven tonen en elke match opnieuw blijven werken om er het beste uit te halen. Ja. Volhouden tot in Antwerpen. Hè? Absoluut, daar kijken we naar uit.